Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Jullie zien de titel van de video. Het is inderdaad weer zo laat. We gaan kijken naar de Focus RS. Niet per se als de vervanger van de M4. Dat hoofdstuk heb ik een beetje afgesloten voor de winter. Ik weet ook niet helemaal zeker wat er in de toekomst gaat gebeuren met betrekking tot de huiskopen. Sowieso de algemene autoprijzen. Maar vandaag mogen we weer ervaren. Ik heb namelijk twee opties. Een Yaris GR of een Focus RS. Dit is toch ook wel vet, hè? Danny's nieuwe auto, jongens. Ook echt een plaatje. Ik had het nog niet gezien in het echt, maar dit is wel een heel vet ding hoor. Dat krijtgrijs van Porsche is ook altijd supergoed. Maar wij gaan even naar binnen, want hij heeft twee mooie auto's voor ons neergezet. Een LSD, of tenminste zo'n Blue Black Edition. Klinkt iets vriendelijker. Blauwe auto, zwart dak, sperren de voorras, net even wat specialer. En daarnaast een stage 2 Focus RS. Right, jongens, we zijn binnen. We hebben twee mooie Focus RS'en staan. Ja. Vertel, wat ja. Hebben we? Ja, het, gaat het gebeuren? Ja, wel tijd, hè? Ja, het wordt nu wel tijd. Ja, ja. Ja, wel tijd, ja. Maar dit is een LSD, die heb ik vorige keer gereden, tenminste, ja. Ongeveer. Deze is niet helemaal slim. Nee, dit is een normale RS, dus zonder sper. Ja, nou ja, sper op de achteras. Ja, oké, okay, zonder de Tri-Fi diff op de vooras, maar deze is wel een beetje aangepakt, ja. Beetje anders, hè? Ja, een beetje anders. Ja, ja, vertel. HJS Downpipe, 200 cel sportkat zit erop. voor de rest uitlaat, origineel. Klinkt ook nog wel origineel. Toen je net startte, ja. Hij is nog best wel oké. Okay. Hij was niet zo gek, hè? Nee. Er zit wel een stage... 2 intercooler op, dus een intercooler. En ook met een RS logo erop, dat is wel heel erg leuk. Ik vind dit ook wel vet inderdaad. Normaal gesproken is er natuurlijk ja, een beetje dat matte, dat, echt een beetje die kunststof look. Ja. Hier is het gespoten, ja, dit ja, is gerapt denk ik, ja. Dat is gespoten zo te zien. Ja inderdaad, dus dit is hoogglans, dit is gerapt. Al de delen trouwens, die zijn allemaal gerapt. Maar dit jongens, dit is zo dik. Oh, joh. Dit is zo vet. Dit is de eerste keer dat ik een RS met een Aventuri zie. Ja, alleen bij ons. Zo dik. Ja, moet ik even zeggen. Ja. Dit is wel echt super dik, hè? Ja, maar hij klopt helemaal op die auto. Hij is ontzettend vet. Hij is iets verlaagd. Niet overdreven. Nee. Wielspacertjes zitten. Voor en achter? Ja. Dus hij staat iets breder. Ook niet overdreven. Ik schat een 15 mm ongeveer wat zijn stansbreed is. Dus de Miltek einddemper, dus dit zal de resonated zijn, hè? Dus met tussendemper. Kan nog luider, kan. Dus als je wil, kan nog luider. Vind ik wel leuker. En het leuke is van de Miltek, daar kun je dus die tussendemper, daar heb je gewoon een losse pijp die je ervoor kunt bestellen. Dus die tussendemper die gaat er onderuit, pijpje ertussen en je hebt herrie. Top. Ja. Dus eigenlijk moeten we dat hebben. Juist. Maar oké, dit heeft... 400 plus pk. Ja, er zit een kop COBB, een koptune op, dus stage 2. Ja. Zit ook een zo'n kastje van bij. Dus je kunt hem zelf instellen op andere octaan en dus vermogen. Oh, dat is wel. Want normaal gesproken doe je 350 pk natuurlijk. Dus ja. Sowieso 50 extra, maar ik heb ze al gezien stage 2 met 420, 430, ja, zoiets. 420, ja, ja precies, ongeveer qua pk's. Dus ik heb geen idee, daar zou ik een keer op de dyno moeten zetten. Is wel leuk. Proberen. Ja, ja. Lijkt wel leuk. Ja. Maar hier, dit gaan we dus allebei ervaren jongens, nogmaals, LSD, ja. Sperren de voorras, ja. Mat zwart dak, mat zwarte accenten. En dit is de gewone tussen aanhalingstekens 2.3, getuned en wel. Ja. Alright jongens, we zijn aan boord. En zoals we meteen kunnen zien, tenminste, ik weet niet of jullie het zien, het viel mij gelukkig meteen op. Het is ook van binnen niet helemaal origineel. We hebben een andere versnellingspook. Hoor even die blow-off. Dit is toch wat je wil, man. En vooral aan de binnenkant heel erg veel carbon fiber. Normaal gesproken is het allemaal just a ding. Oh, dit is wel ziek, hoor. Hij is dus ietsjes verlaagd, dat merken we meteen. En het geluid van dat Miltek uitlaatsysteem is gewoon een must voor een RS. Maar eigenlijk toen ik de video in deze auto heel erg rustig wilde beginnen, wilde ik gewoon heel serieus vertellen, ja, van binnen is die gewoon anders. We zien hier een klein beetje carbon. Ik wilde dat op een hele normale, rustige manier vertellen. En dat is ook eigenlijk meteen het probleem, het ding met Sam en een Focus RS. Het is altijd
dit, want het is gewoon vanaf de eerste meter. De bakcombinatie, de motor, de beleving, het pure gevoel wat deze auto je kan bieden als een van de weinige hot-hatches momenteel nog verkrijgbaar. Ik had het nog nooit gezien. Ik vind het super dik. En het klinkt misschien een klein beetje aan de aanwezige kant. Maar het is wel gewoon super dik. En op de een of andere manier bij zo'n RS, bij zo'n rallyauto, kan het ook gewoon. De andere versnellingsknop, dat is eigenlijk hetgene wat mij meteen doet verbazen. Normaal gesproken hebben we best wel een grote, opvallende, vooral lelijke en simpele Ford versnellingspook. Ook carbon fiber, dit is een officieel Ford accessoire. Iets kleiner. En eigenlijk is dat meteen iets, ja, moet je gewoon hebben. Het grappige is, vanochtend was ik eigenlijk best wel overtuigd van, we gaan niet meteen een Focus RS kopen. We gaan niet meteen voor de Focus RS die we weer rijden. We gaan niet meteen weer verliefd worden. We gaan echt een Yaris GR rijden voor de winter. Maar dan is het toch weer het moment dat je in zo'n ding stapt en dat je denkt, ja, ik kan inderdaad voor een Yaris GR gaan, want de Focus RS hebben we al gehad. Yaris GR is duurder. Ik heb er nu eentje op de hoog, 48.000 euro. En eigenlijk is het best wel een auto die overeenkomt. Hij is iets nieuwer. Rallyauto. Bijzonder. Dik. Vet. Alleen twee persoons. Kan geen tennis zoals achterin. En dit kan allemaal wel. Dat ding gaat echt als de brandweer ervan door. We hebben natuurlijk grote Brembo remklauwen, gelukkig. Gelukkig maar. Het is zo verslaafd om met deze auto te rijden. Deze auto is gewoon gemaakt voor de Nederlandse wegen. Voor een dijkweg onder vochtige omstandigheden. Het slimme vierwielsysteem wat je altijd grip geeft als je het wil, als je het opzoekt. Maar ook wanneer je denkt van, ik ben er even klaar mee. Ik wil dat die auto gewoon, ja, een keer een stapje zet. Is dit een van de allereerste auto's geweest die kwam met een driftmodus. Ford Focus RS 2015 kwamen eerst op de markt. En die kwam met een driftmodus. Bekend, veel filmpjes ook online dat het fout gaat. En toen dachten Audi en Mercedes pas van, hey, dat is wel leuk. En dat is iets dat mist in onze hot hatch. Niet normaal man, dat verschil tussen het vermogen van 350 pk, 370 pk wat ik in de mijne had. En dus hier al ruim 400 pk. Het is wel kicken jongens. Het enige probleem wat ik heb, en daarom wilde ik hem eigenlijk stiekem ervaren, zonder poging te doen dat ik er verliefd op zou worden, was meteen dom. Eigenlijk wil ik een hele normale Focus RS. Niet per se omdat het dan wat minder uitgesproken is. Ik vind het echt mooi hoe dit is gedaan. Ik wilde dit project zelf graag doen. Dus ik vind het sowieso vet om te ervaren van, oké, dit kan, dit is haalbaar met de Focus RS. We hebben ooit een keer 440 pk Focus RS gereden. Was kapot vet. Maar eigenlijk vind ik dat project wel leuk om zelf te doen. Zo, we zijn weer terug jongens. We hebben net nog eventjes kort mogen rijden met de Blue Black Edition. Er zijn natuurlijk compleet verschillende auto's. Los van dat één standaard is, de andere getuned. Een Focus RS is een hele goede optie. We gaan nog een keer rijden met een Yaris GR. Dat staat later op de planning. Hoop dit weekend. Ik hoop ook dat ook kan en mag filmen. Daar laat meer over. Ik hoop dat jullie hem heel erg gaaf vonden. Laat in de reacties weten wat jullie vinden dat ik moet kopen voor de winter. Dan zie ik jullie weer heel erg snel. Pas slecht.